Mijn presentatie gaat over de SPEI 2, ofwel de SPEI 2. Ik ben Pieter Koffie van Delftland. Wat is eigenlijk onze casus, dat is de drukte inspectie. De SPEI is eigenlijk de standardized precipitation and evapotranspiration index. Het is eigenlijk de actuele neerslagtoekort ten opzichte van de lange jaar gemiddeld. Dat is iets anders dan de gewone neerslagtoekort. Bij Delftland, onze keringen, we hebben premier kering en regionale kering. Alleen de premier keringen zijn niet droogtegevoelig. Dus als we praten over droogteinspectie, gaat het alleen over onderdeel van de regionale keringen. We hebben de regionale de droogtegevoelige kaders in drie groepen verdeeld. We hebben de lijst 1, dat is de meest droogtegevoelige kaders, de rode lijn. We hebben de middelmatig droogtegevoelige kaders, dat is de geel lijn. En dan we hebben de blauwe lijn, dat is de minste droogtegevoelige kaders. Voorheen we hebben we gebruikt een Excel tool om de SPEI waarde te berekenen. Wat wij doen is dat bij SPEI minder dan min 1 gaan wij de inspectie uitvoeren. En voor de hele Delftland hebben we maar 1 SPEI waarde voor 2 stations. Maar goed, de SPEI tool maakt het makkelijker voor ons. Het is geautomatiseerd en ook gebieddekkend. Dus we hebben continu inzicht in de toestand van ons keringen. En het helpt ons ook om de inspecties te optimaliseren. Binnenkort hebben wij ook een app voor de inspecteurs. Dus op de veld kan de inspecteurs continu inzicht hebben van de toestand van de kering. De SPEI tool genereert die soort plaatjes. Het is een computerprogramma en dat is gemaakt door HKV in opdracht van Delftland. Hier hebben wij de geel gedeelte, dat is de droogtegevoelige gedeelte. Dan hebben wij de oranje gedeelte, middelmatig droogtegevoelig, en dan de donker oranje gedeelte, de meest droogtegevoelige kaders. Ik heb een korte film bijgezet, dan kan ik met jullie laten zien hoe de vorige droogteperiode is ontwikkeld. Dat is de film. Dus in het begin hebben wij de geel gedeelte, dan gaat het met loop van tijd heb jij meer ontwikkelen. En dan heb jij dan hebben wij de oranje gedeelte en dan loopt tot de donker oranje gedeelte. Dat is de plaatjes wat de SPEI tool of de SPEI tool genereert. Ik wil over de doorontwikkeling hebben. De SPEI tool helpt ons om zeg maar de SPEI waarde op kaderniveau te genereren. Dat lijkt me ook uitdaging om de inspecties te plannen. Dus hier wil ik ook aan jullie vragen als jullie suggesties hebben om ons te helpen met de organisatie voor de inspectie. Graag moeten wij meer risicogestuurd inspecteren en ook willen wij kijken de relatie tussen de SPEI waarde en het ontstaan van de status. Volgens mij is de 3 minuten. Keurig. Even ter introductie, Rijkswaterstaat beheert ongeveer 500 kilometer kanaalkade.
langs scheepvaartkanalen dan met name. Julianenkanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, Arthur zag ik al. Dat zijn een beetje daar bekende voorbeelden van. En die kaden die keren permanent water. En die kanalen zelf die kennen eigenlijk maar vrij kleine variaties in de waterstand. En daarmee lijken onze kanaalkaden erg veel op de duizenden kilometers boezemkade van heel veel waterschappen. Nou, we hebben in een aantal toetsingen al wel geconstateerd dat variaties in die kanaalwaterstand eigenlijk maar heel weinig invloed hebben op de berekende stabiliteit van die keringen. En we hebben gezien dat veranderingen van sommige kenmerken van die kaden juist wel heel veel invloed hebben. We hebben natuurlijk zoiets als de grondwaterstand in het dijklichaam, maar ook veranderingen in de geometrie. Soms het diepe worden van een teensloot of het baggeren van de bodem van het kanaal. En die invloeden zijn soms zelfs groter dan de invloed van de kanaalwaterstand zelf. Nou, in combinatie met het feit dat die kaden dus permanent water keren, zou je toch wel wat meer continu inzicht willen hebben in de toestand van die kering. Want elke 6 jaar een sommetje maken bij een bepaalde waterstand is misschien niet helemaal voldoende om borg te staan voor de veiligheid. Dus je wil een soort inzicht hebben en je wil ook een soort voorspellende waarde aan kunnen koppelen van wat betekent dit nou voor een naderende hoogwatersituatie of allerlei andere veranderingen die je waarneemt. Dus we hebben meegedaan met continu inzicht, met een casus waarin we de kwetsbaarheid voor de binnenwaartse stabiliteit hebben laten uitdrukken als de invloed van de grondwaterstand in het kaderlichaam op die binnenwaartse stabiliteit. Het idee daarbij is dat we dan op basis van die zogenaamde fragility curves die stabiliteit kunnen bepalen op basis van een gemeten grondwaterstand en een voorspelde reactie daarop van neerslag. En dat je zo weet wanneer er wat ongeveer zou kunnen gaan gebeuren qua stabiliteitsproblemen. Nou, dat hebben we allemaal gedaan vanuit een soort droom van een controlekamer, waarin je op basis van een verwachte belastingssituatie, dus een hoogwaterstand, neerslag, misschien zelfs wat wind, gaat weten op welke kadervakken de situatie kritiek zou kunnen worden. En ook welk faalmechanisme daar dan dominant in is, welke faalverschijnselen daarbij horen. Zodat je ook weet waar je naar zou moeten gaan inspecteren. Kan die te laag zijn, dan moet je natuurlijk op de kruin kijken, overlopen. Maar is er gevaar voor piping, dan moet je op een hele andere plek inspecteren en andere dingen gaan kijken. Dus we wilden wat inzicht hebben van waar kan het kritiek worden, welk faalmechanisme, waar moeten we op letten. En we kunnen dan ook kijken welke maatregelen zou je dan willen gaan nemen. En tenslotte is het dan ook van belang om te weten, stel dat het daar fout gaat, welk gebied wordt het dan bedreigd en om wat voor potentiële schade en slachtoffers gaat het dan allemaal. Nou, hier zie je daar zo'n voorbeeld van. Dit is zo'n fragility curve. Er is een gemeten grondwaterstand. Er is een voorspelling van een bepaalde neerslaghoeveelheid. Er is een voorspelling van misschien een stijging van het kanaalwaterstand. En op basis daarvan kunnen wij dan inschatten over 1, 2, 3, 4, 5 dagen wordt het op een aantal plekken kritiek. En dan kunnen we een keer voorafgaand alvast daar naartoe gaan en maatregelen gaan treffen. En op basis van dit soort plaatjes weten we dan ook welke gebieden worden er bedreigd. En afhankelijk van hoe ernstig dat is, zou je daar je calamiteitenzorg alvast op kunnen gaan inrichten. Dus dat is even als introductie van wat we hebben bereikt in onze case. De conclusie is dat de methode werkt. Maar voor de verdere implementatie van de methodiek vraagt nog wel wat acties. Vooral eerst moeten we wat besluitvormingen doorlopen over het verder implementeren. Maar we hebben ook gezien, je kunt een vrij goede relatie leggen tussen de grondwaterstand en de berekende stabiliteit van een kering. Maar het meten van de grondwaterstand vraagt nog wel wat aandacht. En de metingen kunnen ook heel sterk variëren. Zo kunnen bijvoorbeeld ook de toestand van je dijk natuurlijk heel lokaal veranderen. Graverij is heel lokaal, andere degradatieprocessen kunnen heel lokaal zijn. Dus hebben we wel gezien, los van het hebben van al die fragility curves, van hoe kwetsbaar is mijn kader voor een aantal veranderingen, moet je die veranderingen ook wel goed kunnen monitoren buiten. En dat ze eigenlijk vlakdekkend willen doen vanuit de lucht en dan ook nog heel erg vaak. En dat is nog wel een van de vervolgacties waar we ook op willen inzetten. Hoe kun je nou die toestand van je kering heel goed gaan monitoren. Dat krijgt ook aandacht bij de verdere implementatie. Nou, in 3 minuten. Mijn naam is Marit Zettel van HKV en ik sta hier namens Hoogheemraadschap Hollands Doornenkwartier. Ik heb met hen samen de case uitgewerkt risicogestuurd maaibeheer. Daar gaat deze pitch over. Dat heb ik samen gedaan met Erik Vastenburg en Pieter Visser. Als specialist waterkeringen, technisch manager waterkeringen
en de asset managers. Volgende slide. Ja, in deze case, HNK heeft deze case aangedragen omdat zij op zoek waren naar een methode of je het onderhoud slimmer kan programmeren, kan inregelen door de verbinding te leggen tussen dagelijks beheer, onderhoud in dit geval, en de resultaten van de veiligheidsbeoordeling. En de casus hebben we dan, we hebben een methode uitgewerkt voor een gebied tussen Enkhuizen en Medemblik. Dat zien jullie hier op kaart. En ja, we weten op basis van de resultaten van de veiligheidsbeoordeling, kan je iets zeggen over, je hebt bepaalde dijken, die zijn veel sterker, daar is de bekleding sterker, die stelt strengere eisen aan de bekleding dan andere dijken. Binnen Taluut, buiten Taluut, de Kruin, kan je onderscheid in maken. Dus wat we gedaan hebben is dat we gekeken hebben naar welke eisen moet je nou stellen aan die bekleding. Heb je een goede kwaliteit grasmat nodig, gesloten zoden zoals we dat binnen 2BI noemen, heb je open zoden nodig? Of maakt het eigenlijk helemaal niet uit hoe goed de kwaliteit van die grasmat is? Je voldoet in geen van de gevallen. Ook hiervoor hebben we, de resultaten geïmplementeerd door middel van een viewer. En we hebben we hebben hier geen fertility curves afgeleid, maar restlevensduurcurves. Dus afhankelijk van de ontwikkelingen over de tijd zie je dat de sterkte van de waterkering afneemt. Dus door klimaatverandering neemt je belasting toe. En door degradatie, in dit geval we hebben naar zetting gekeken van je kering, neemt je sterkte af. Ik heb HNK een aantal vragen gesteld. Waarom hebben jullie meegedaan aan de casus continu inzicht? Nou, HNK vindt het als hoogheemraadschap belangrijk om bij nieuwe ontwikkelingen aangehaakt te zijn. Dus ze doen graag mee met onderzoeksprogramma's en hebben daarom deze casus ingebracht. Wat zij goed vonden, of wat zij plezierig vonden aan het hele programma, zijn dat kennis met elkaar werd gedeeld. Met elkaar bedoelen we mee, dus de waterschappen, RWS, STOA. We zijn in meerdere sessies bij elkaar gekomen, die vooral in teken stonden van kennisuitwisseling. En het project is vrij praktisch ingesteld. Dat betekent dat we niet alleen een rapport opleveren, maar dat ze hier ook echt mee aan de slag kunnen nu middels de viewer en de resultaten. Dus het is een tastbaar project. Nou, hoe heeft het hun nou geholpen? Ze willen verdere stappen zetten met risicogestuurd beheer en onderhoud. Ook wel asset management genoemd als je het helemaal bedrijfsbreed of organisatiebreed uitrolt. Ja, dat vraagt om dus anders naar het reguliere beheer te gaan kijken. En om daar makkelijk mee te beginnen zijn ze met grasbekledingen gestart. Maar dit hele concept kan je natuurlijk voor alle aspecten van de waterkering uitwerken. Dus eenvoudig en laagdrempelig starten om het effect van de kwaliteit van de grasmat te visualiseren op de waterveiligheid, of eigenlijk de verandering daarvan over de tijd. Ja, ze maken daarbij gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe normering, dus de hele overstromingsrisicobenadering, biedt om het in makkelijke brokstukken aan te bieden aan de verschillende collega's en daarmee daarnaast ook consistent, meetbaar en aantoonbaar in controle te kunnen zijn. Hoe gaan ze hier mee verder? Nou, ze hebben gezegd van we moeten er nu vooral mee aan de slag. Het laatste overleg dat we samen hebben gehad, hebben ze ook aangegeven van nou, we zien wel meerdere openingen, ook om nu die programmering op een andere wijze op te gaan stellen. Maar aan de slag betekent ook leren van wat is er mogelijk en wat is er niet mogelijk. Een stip op de horizon is om uiteindelijk om een heel treintje te maken tussen de resultaten van de beoordeling en de jaarlijkse programmering die ze opstellen. Daarbij visualiseren we ook meteen de resultaten die binnenkomen uit de inspecties, waarbij de asset manager die moet een programmering gaan opstellen op basis van urgentieoordeel. En daarmee kan hij bepalen of die maatregelen volgende week, binnen een maand, of moeten worden uitgevoerd, of dat het ook wel 1 jaar kan wachten. Dus het liefst willen zij direct het effect van inspectieresultaten op de faalkans zien. Op basis daarvan kunnen ze kijken welke maatregelen ze moeten nemen, waar, wanneer en welke maatregelen dit zijn. Dus hier gaan ze graag mee verder. En dit was mijn korte introductie
over deze casus. Kijk, nu krijgen we een filmpje. Dat is zeker weten, precies 3 minuten. Dus dat is, Goedemorgen, ik ben Marcel van der Doef, werkzaam bij het waterschap Brabantse Delta. We staan in ons mooie kasteel, omdat ik helaas vandaag niet aanwezig kan zijn bij jullie. Ik ben deelnemer in het project Continu Inzicht. En onze case vanuit het waterschap is what-if scenario's, oftewel het werken met scenario's. En waarom hebben wij daar behoefte aan vanuit het Brabantse Delta? Omdat we in het overgangsgebied zitten. En zoals je hier misschien op het scherm al kan zien, mooi plaatje van het gebied met een aantal stations. En op dit moment is geselecteerd het waterstandsverloop bij een bepaald scenario voor Hoek van Holland. Nou, duidelijk een storm, een kleine storm. Verderop hebben we over onze Maas een aardige hoogwatergolf. En dat betekent dat in ons gebied, en ik pak hier Rak Noord even als voorbeeld, dat we een verhoogde waterstand hebben, juist door een combinatie van twee, niet hele extreme, maar toch vrij hoge waterstanden. En die leveren bij ons uiteindelijk een maatgevende combinatie op. We hebben het scenario geselecteerd. We zijn wat verder in de tijd gestapt in het what-if scenario. En vervolgens wordt door middel van de confrontatie van de waterstand met de fragility curves wordt een beeld geschetst van hoe de actuele kans volgens dat scenario van de dijkering is op dat moment. Nou, ik pak een dijkvak. En ik laat daar, even om het wat eenvoudig te houden, zien hoe bij verschillende waterstanden, die is in de tijd verschoven zijn. Dit is nu, we zitten redelijk op de top van de golf. Dit is morgen, dan zijn we er overheen, overmorgen, en dit is gisteren. Maar je ziet, de kans is nu redelijk groot. We zitten redelijk op de top van de golf. En dit is op basis van de combinatie van de verschillende verhaalmechanismen. Wij verwachten dat dit continu inzicht ons gaat helpen met het verbeteren van onze calamiteitenbeheersplannen. Zodat we met deze applicatie beter weten waar onze zwakke plekken zitten en wat we daar met maatregelen aan kunnen doen. Dit is voor ons het begin van dit onderzoek. We gaan hierna, verwachten we, de facility curves verbeteren. Update op basis van de beoordeling van de primaire waterkering. En daarnaast hebben wij nog een hele forse opgave op regionale keringen. En daar zullen we vooral ons moeten richten op één kant de hoogwaterscenario's, maar ook op het afleiden van kansen. Dus eigenlijk de fragility curves voor de regionale keringen. En daar verwacht ik dat we de komende jaren toch nog wel echt significant werk op moeten verrichten. Ik wens jullie heel veel plezier vandaag. Beste collega's, vanochtend kan ik niet bij jullie zijn, omdat ik hartstikke druk ben op het stembureau, maar ik vind het wel leuk om langs deze weg iets aan jullie te vertellen en aan onze betrokkenheid. Nou, de reden waarom wij binnen Rivierenland deel uitmaken van deze club, zeg maar, is omdat wij er belang aan hechten om en de theorie en de praktijk bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat we tijdens hoogwaterperiode zo goed mogelijk gesteld staan voor datgene wat we dan op dat moment moeten doen. Wat je hier ziet is een onderdeel van ons dijkringengebied. En wat je ook ziet is dat wij op dat moment een actieve beoordeling van de dijk hebben. Kunnen we aan de bovenkant kunnen we vooruitkijken in de tijd en kunnen we daarvan ook waterstanden laten zien. En je ziet daarin dat we een groot gedeelte veilige dijk hebben, maar je ziet ook stukjes die meer aandacht behoeven. En je zou hier vanuit de theorie deze score kunnen halen. Die komt dan voor een groot gedeelte uit de wettelijke beoordeling, zeg maar. Maar aan de hand van diezelfde theorie zijn er ook stukken die meer aandacht behoeven. En dan vragen wij aan onze dijkbeheerders om buiten te gaan kijken. En op het moment dat ze buiten zijn geweest en ze hebben daar goed gekeken in het terrein, kunnen we de scores die zeg maar vanuit de wettelijke beoordeling
aandachtsvragen kunnen we bijstellen met behulp van het beheerdersoordeel. Dus aan de ene kant zeg maar de wettelijke beoordeling, aan de andere kant de beheerders. Die twee breng je bij elkaar en op basis daarvan zo snel mogelijk een oordeel beschikbaar wat je aan de Centrale Energiekamer kan meegeven. Nou hebben wij als eerste een applicatie gekozen waarbij het gaat over hoogwater en hoogwaterveiligheid. Maar in de werkgroep waren ook mensen bezig met droogte en de droogte van keringen en de droogte van regionale keringen. Waterschap Rivierenland is nu bezig met te gaan kijken naar de volgende stap. Je zou dat proof of concept kunnen noemen. Daarmee willen we voor de bovenrivieren laten zien hoe deze methode werkt. En dat willen wij ook delen intern in de organisatie. En we willen dan bekijken hoe dat gaat passen en gaat vallen in de, wat wij dan de Centrale Regiekamer noemen. Als we kijken naar de lange termijn, dan denken wij dat dit over 2-3 jaar echt gemeengoed gaat worden in, in ons vakgebied. En ja, zo langzamerhand ben ik toe aan stemmen tellen. Dus ik ga jullie verlaten en ik hoop dat jullie een hele leuke dag hebben. En ik hoop jullie natuurlijk weer te spreken. Tot ziens. Ja, waarom doen we mee met continu inzicht? Ik had eigenlijk kreeg ik een hele operationele vraag op mijn bordje. En dat was van, ja, we hebben grote tekorten. Die kwamen al uit VNK. In 2050 moeten we op orde zijn. Dan gaan we naartoe werken. Maar wat doen we in de tussentijd? Hoe zijn we in controle? En eigenlijk was het antwoord was aanvalsplannen. Ga eens met die aanvalsplannen bezig. Wat hebben we nodig aan noodmateriaal? Wat kunnen we doen? Alleen ja, de eerste vraag die ik dan volgens direct stelde van ja, waar zitten nou die tekorten en hoe klopt dat? Met al het gemor over Selmeijer en dergelijke. Dus daar ben ik eerst aan het inventariseren geweest, maar op een gegeven moment moest de volgende stap komen van ja, oké, ik weet niet waar de zwakke punten zijn. Ik weet ook wel wat we daar ongeveer kunnen doen en hebben ook met als specialisten, beheerders, inspecteurs en met de herstelcoördinatoren is naar gekeken van wat kunnen we daar. En ja goed, je zou hier een kwelkade aan kunnen leggen, je zou daar kunnen aanbermen. Ja, dat is mooi als je dat allemaal voor verschillende locaties ziet, maar hoe borst dat op? Wat kan je dan in totaal doen? En waar wil je dan inzetten? En tegelijkertijd, ja, in de Achterhoek zijn we misschien nog een beetje praktisch en pragmatisch, laat het zo zeggen. En leunen we toch ook wel heel duidelijk op onze beheerderskennis en ervaring. En wordt er ook wel gezegd van ja, in 1995 hebben we het goed gehouden. De waterstanden zijn omlaag gebracht door ruimte voor de rivier. De dijken die zijn versterkt. Ja, het is wel heel extreem die waterstanden. Dus dat is ook voor heel toch nog wat mensen het referentiekader. Of ja, best wel wat. En tegelijkertijd, als je dat de waterstanden uit 2011, maar ook 95, 98, als je die allemaal uitzet, dan zie je dat we volgens Selmeijer wel echt een heel groot probleem hadden moeten hebben gehad. Dus daar wou ik gewoon meer grip op krijgen om ook beheerderskennis, of ja, de kennis van onze organisatie en van en de rekenregels, om dat wat dichter bij elkaar te brengen, om dat meer te matchen. Om uiteindelijk toch ook te komen van ja, maar wat kunnen we nou doen als die grote golf komt? We hebben heel veel dingen op papier staan. We zijn sterk geprofessionaliseerd de afgelopen 24 jaar. Maar ook in 1995 is het goed gegaan. Misschien is dat een wonder. Maar laten we dat er ook wel eens even naast houden. Laten we ook gewoon praktisch houden. Dus eigenlijk, we hebben, ja, dat is mijn twee sheets. Maar dus eigenlijk willen we vooral de beheerderskennis en de basisinformatie vooral beter verbinden. Ja, ik heb dus niet gezegd hoe en wat, maar ik zeg wel waar we naartoe willen. Want wat we gedaan hebben is, of dan moet ik zeggen vooral, dat heeft, we hebben opgehaald van welke maatregelen zien we, hoeveel tijd kost dat. Ik heb het ook gelijk gebruikt om op te halen van wat is nou de ervaring uit 95. Bijvoorbeeld van waar worden nou sowieso al de sloten afgedamd en hoeveel werk is dat? En wat zijn de bekende locaties vanuit het veld? Die hebben we al wel allemaal in GeoWeb staan, maar dat nog eens even een extra check.
Want wat we ook zien is dat er gewoon in de gebeurt tijdens hoogwater gebeurt er al heel veel gewoon door de mensen van onderhoud. Vorig jaar januari hadden we een klein golfje. En op een gegeven moment werden wij gebeld door een boer. Die zei van ja, mijn land loopt hieronder. Wat bleek, onderhoud had alvast de duiker dichtgedraaid om pijl op te zetten. Dus er gebeurt al heel veel. Dus dat moet je eigenlijk, dat moet je ook gewoon in beeld hebben. En ook waar is in 1995 of in 2001, 2011, waar zijn toen de sloten afgedamd en hoe zouden we dat nu snel kunnen doen? Die mensen die toen in 1995 liepen, die gaan natuurlijk ook over een paar jaar met pensioen. Dus die kennis die moet je ook gewoon borgen. Dat helpt ons ook om gewoon de basisinformatie beter op orde te brengen. De beheerders kennen dus eigenlijk ook basisinfo. Tegelijkertijd kwamen we er ook achter, toen we dat uitwerkten, eigenlijk in een scenarioanalyse van welke maatregelen kunnen we nemen, waar moeten we die nemen, dat het best moeilijk is. Er zitten veel onzekerheden in de rekenregels. Wat we wel zagen was dat Selmeijer inderdaad redelijk goed voorspelt wanneer de zandmeevoerende wellen optreden. Dat komt de historische zandmeevoerende wellen en de waterstanden die we die daarbij hebben geregistreerd, komt redelijk overeen met wat Selmeijer berekent. Maar we weten dat we nog een paar meter meer sowieso kunnen keren. En dan hebben we nog geen eens grote zandmeevoerende wellen, orde cubes of categorie vrachtwagen. Dat maakt het heel moeilijk. Plus op een gegeven moment moet je beginnen met opkisten van kleine wellen. Maar wanneer moet je daar weer wat extra bovenop doen? En wanneer popt er daarna weer een zandmeevoerende wel op? Dat blijft eigenlijk niet te voorspellen. En dat betekent ook eigenlijk dat we vooral ook toch inzetten op veerkracht en flexibiliteit in de noodmaatregelen. Tegelijkertijd hebben we daar ook bij doorgeakkerd van als je een kwelkade aan wil leggen en dan kom je al gauw op een kwelkade van de orde een kilometer. Ja, wat kost dat? Hoeveel tijd kost dat? En ook de ervaring uit 1995, waarin er bij Doesburg ook een nooddam is aangelegd. En toen had je daar een harde ondergrond, terwijl we een gebied hebben met heel veel kwel. Dus je hebt gewoon moet werken in een natte ondergrond. Dus dat ook duidelijk aan de praktijk steeds weer gerelateerd. Dat hebben we gebruikt om, en dat gaan we nu ook verder gebruiken om de lokale aanvalsplannen eigenlijk op de toplocaties, om die te verbeteren. En daarbij gaan we eigenlijk uit van een soort van scenario-analyse. Bij stijgende waterstanden, wat gebeurt er dan? En dan in de basis is dat wel technisch vanuit de dijk gezien. Maar ook, wat doet dat misschien voor je waterbeheer? En kan je bijvoorbeeld ook gemalen opzetten? Of waar kan je sloten afdammen? Dat is eigenlijk dit verhaaltje. Scenario's, wat zijn de triggers? Dus welke waterstanden, welke maatregelen kan je nemen? En daar werken we nu vooraf in die lokale aanvalsplannen zelfs een beetje de bizarre of hele extreme maatregelen uit. Omdat je daar misschien toch vragen over gaat krijgen in het ACW. En ook bijvoorbeeld de consequenties. Ik heb hier bijvoorbeeld even een voorbeeld. Het is heel, heel simpel die lokale aanvalsplannen, want op het moment van hoogwater, dan gaan mensen geen uitgebreide documenten lezen. Dus van waar kan je wat doen? Daar staan ze. Hoeveel, wat heb je nodig? En vooral ook de consequenties en... Nou, er zijn nog een paar meer sheets. Welke gebouwen gaan het eerst onder water? Dat soort informatie. En we willen nou die lokale aanvalsplannen beter afstemmen. En nog eens kijken hoe we efficiënter met onze noodmaatregelen om kunnen gaan. En ook trouwens nog herstelteams. Daar gaan we ook over hebben om die misschien wat anders te verdelen. Zodat die iets meer herstelteams op de gebieden met het grootste risico komen. Dus... Goed. Ook jij, precies in 3 minuten, keurig.